Hey, daar zijn we weer. Zwerven door Nederland. Hey, Nol. Weet je nog dat wij een tijdje geleden bij het Kermismuseum en het Orgelmuseum waren? Heel vaak een week. Ja. Bij Chris... Ik weet zijn achternaam niet meer, maar ja. Ja, toch? Oh, die had met boven orgels en beneden kermis. Dat bedoelde ik. Waanzinnig leuk. In ieder geval, ja, kijkers, we zijn weer bij Zwerven door Nederland en we zijn nu in Tilburg. Dat is een beetje thuiskomen, want mijn vrouw is Tilburgse. Echt waar? Ja. En jij Bossenaar? En ik in een Bossenaar, ja. En die combinatie, hoe is dat? Ja, die combinatie die is best eigenlijk wel goed. Alleen, ze woont langer, de langste tijd van haar leven wel, zou ik maar zeggen, niet in Tilburg. Want we hebben natuurlijk niet alleen, ik bedoel, nu wonen we in Bokstel. Ja. Ik heb op Mallorca gewoond, België gewoond. Ze mist Tilburg niet. Nou, we zijn nu in, zoals ze het noemen, voor de kijkers, in Kruikenzeikersland. Kruikenzeikersland, hè? In Tilburg. En we gaan naar een soort vervolg van het Orgelmuseum en het Kermismuseum waar we geweest zijn. Daar gaan we nou naartoe. En weet jij waar dat we naartoe gaan? Ja, dan weet ik het al. Want er is al over gesproken toen, kan ik me herinneren, bij de Orgelmuseum. Er stond, volgens mij heette dat orgel dat te koop stond, heette dat niet de zwaan of zo? Of de kap? Nee, dat was... En die was gebouwd door Toon... Heesbeen. Heesbeen. In de leer geweest bij zijn vader Theo Heesbeen. Meerdere generaties. En het mooie is, nou heb je het er toevallig over, ja? Dat Theo Heesbeen... al 50 jaar in Tilburg woont, maar hij is gewoon een Bossenaar. Ja, dat is ook weer een Bossenaar. En hij zit ook alweer in Tilburg, hè? Dat is andersom. Ja. Dus... Zullen we er eens naartoe gaan? Ja, ja. We gaan nou naar de familie Heesbeen. Ja, en dan gaan we zien hoe orgels gebouwd worden. Of... Onder andere, en een stukje van de geschiedenis, en waar komt het vandaan? En hoe leer je dit vak? En is het nog te leren? Ja, maar ik kruip natuurlijk weer wat niet gaan kan. Ook een stukje geschiedenis, want ik weet dat vroeger... De Lange Daan op pad ging in Den Bosch met zijn draaiorgel. En dat was vertier, want er werd zelfs nog een stukje dans. Dat was een buikorgel, toch? Dat was een echte orgel. Okay. Ja, en die gingen dus op een bepaald plek staan. En er werd er gewoon een dansvloer zelfs voorgelegd. En de hele buurt kwam dansen, hè? Ja, dat was toen. Dus ook die Lange Daan, en dat is volgens mij de overgrootopa van Theo Heesbeen. Ja, daar wil ik natuurlijk nog wel even het een en ander van weten. Ik denk dat we er nou eens naartoe gaan, naar het orgelbouw gebeuren. Kijkers, gaan jullie mee? Hey, nou ben ik net zoals Adrie. Hoezo? Ja, ik mag natuurlijk weer hier naar binnen. Ik krijg die microfoon in mijn handen gedacht. Oh, dat? Ik moet altijd. Oh, hier. Ja. Kom hier met dat ding. Weet je wat ik altijd zo mooi vind? Nou. Dat als wij ergens naar binnen gaan... En hij loopt dan in een keer achter ons en wij komen binnen, is Adrie al voor ons. Volgens mij heeft hij een tijdmachine uitgevonden dat hij in een keer voem voor ons is. En dat doet hij eigenlijk al jaren. Misschien is het nou weer zo. Nou, dat is mooi verrassen, joh. Ik geloof in hem. Dat is een mooi programma bij SBS6. Zo. Ja, we zeggen, kijk, daar zat hij al. Ja, hoe kan dat? Oh, mooi. Ja, is Adrie, oh, hij kijkt al meteen gezet. Hij krijgt al meteen een sfeertje hier. Ja, dat is mooi, en de orgel in de buksjes. Zelf wat niet. En ja. Nederlandse B. Ik weet niet wat het betekent, ga ik dat wel even vragen. Ja, we gaan er van binnen. Ja, we gaan eens kijken. Kijk wat mooi die entree, hè. Kijk eens wat geweldig. Zou eens koffie hebben? Ik hoop het. We gaan kijken. Kijk, hier staat hij. Kijk. Hé, daar is hij. Kijk, een chocoladeballen bij. Maar ik hoef dat niet te doen. Hè. Toen zend ik het al op. En ik heb het ook al gedaan, Adrie. Maar is hij toch snel. Ja. Hij is en eerder hier en heeft jou al een zend ik op gedaan. Nou, ik vind het gewoon knap. Maar geen chocoladeballen bij. Chocoladeballen? Nee. Want we dachten van, Gert een liesbreuk en dat is heel gevaarlijk. Ja, je mag niet tillen. Je mag niet tillen van een dokter. Zit die dingen maar mee? Voor chocoladeballen maak ik een uitzondering. Ja, ik heb begrepen dat je vorige week, of de weken vooral, 12 chocoladebollen in één week tijd op hebt. Hier staan 4 Bossenaren. Ja. En dan hier nog een halve chocoladebol erbij. Nou, de mensen, 3.
Hij is een drune. Ja. Een drune? Ja, oh, ja dat ja, kan ik daarom, niet. Daarom. We hadden hem de opdracht gegeven om chocoladebollen mee te nemen. Maar ik vind ook... Kijk, want we zijn hier natuurlijk... En dan weten de kijkers lang niet zomaar naar binnen komen vallen. Want we hebben een afspraak gemaakt. Dan valt het ons wel heel erg tegen dat je de moeite niet hebt genomen... om van de kruik richting, ja, richting de grote te gaan. Maar jij hebt ze ook niet gebracht. Jij hebt ze ook hier niet. Ik laat ze altijd meebrengen. Nee, nou, ik zou zeggen, bel even. Moeten we een telefoon hebben? Nou, ik kan niet even op en neer rijden. Ja, er kan niemand, ik kan jouw vrouw niet even rijden. Ik kan niet rijden. Hé, hey, Theo. Zeg het eens, jongens. Ja, we hebben wel gebeld. We hebben natuurlijk een afspraak met elkaar gemaakt. Ja. En wij waren bij het Orgelmuseum en het Kermismuseum. En wij zijn zo nieuwsgierig. Wat is echt een ambacht? Wat we hier zien. Jij mag het een ambacht noemen. Wij noemen het een roeping. Een roeping. Wij kennen niet zonder. Die vind ik mooi. Wij kennen gewoon niet zonder. Ja. Wij leven met orgels. Wij gaan naar bed met orgels. We staan op met orgels. We dromen over de orgels. We zien orgels. Hoe is dat gekomen? Als jouw vrouw, wat gedronken heeft en je gaat erbij naar bed, dan is het een drankorgel. Zelfs jij en jij, jullie ontkomen er niet aan. Hoe hele levensloop gaat mee met een orgel. Als jij geboren wordt, je gaat naar de kerk. Er wordt een mis opgedragen. Hè, of geleid. Het orgel zal spelen. Ja. Of je komt in de stad, in een bos of in Tilburg of in Eindhoven. Een en als je dan een draaiorgel staat. Wat betekent dan? Dan hebben we nog de drankorgels. Ja. En op een gegeven moment, dan komt weer een bossenaar mee. Dan gaat er de pijp uit. Ja. En dan gaat er de kist in. En dan zal toch weer een orgel weer spelen. Dus uw hele leven bestaat uit orgelmuziek. Ja. Ja. Ja, dat is zo wel eens bekeken nooit. En natuurlijk nooit, hè. Nee, in één keer komt dat woordje pirament. Ja. Wat betekent dat? Dat was vroeger eigenlijk een scheldnaam. Oh. Een pirament was eigenlijk een scheldnaam. Vertel. Hè? Ja, het pirament. Maar dat is zo eigen geworden in de orgelwereld dat een pirament is gewoon een orgel. Ja, dus zo is het gewoon. Want vroeger was het best een luxe, toch? Een orgel. Want ik wil natuurlijk een stukje... Heb jij hier nog een iets hangen, een foto of een schilderij van jouw overgrootvader? Ja, daar hebben we hier nog wel hangen. Oké. Okay. En dat is een van de drukste plaatsen van het hele bedrijf. Daar hangt die foto waar heel veel mensen langskomen. Maar, zullen we even toe lopen? En dat is naast de wc. Kom maar eens kijken, we gaan eens even kijken. We lopen even mee, ik ben orgelbouwer, noemen ze nou voortaan, in rusten. Ik was 74 en ik heb het allemaal weer gezien. Je komt net kijken, joh. Ja, ik kan er toch niet vanaf blijven. Als hobby is, ben ik toch weer zo'n orgeltje aan het maken. Aha. Je blijft wel heel het leven ermee bezig. Ja. Maar mijn zoon is de vijfde generatie in orgels, hè. Mm-hmm. Vergissen wij niet. Nou, daar willen we dadelijk wel eens meer over horen. Een van de oudste orgelfamilies zijn van Nederland wel. Oké. Ik kan geen oudere familie opnoemen. Maar de orgels die jullie bouwen, hè, of op straat of een binnenorgel. Ja, ik ken al die namen niet, Theo. Ja. Maar staat er dan ook, zoals ik die van vroeger ken, Perlé, staat er ook dan Heesbeen op? Nee, kijk, er wordt wel een naamplaatje op gedaan. Maar Perlé was vroeger een hele grote orgelverhuurder. Mm-hmm. En die maakte toen eigenlijk zijn naam. Die moest bekend en die moest overal, want de orgel huren. Okay. Toen werden er veel orgels, toen waren er veel mensen die orgel huurden. Want het was geen luxe, het was eigenlijk meer de armoei. Mm-hmm. Want de mensen konden geen orgel betalen, maar ze moesten wel iets verdienen. Dus ze gingen een orgel huren en daar gingen ze mee rondtrekken. Mm-hmm. Ja, en gebeurt dat nog? Die vent er natuurlijk op zijn manier goed uit. Heeft hij heel goed gedaan. Hij is ook een van de belangrijkste geworden ook wel. Hè. In de hele wereld kennen ze Pelé. Ja. Dat heeft hij verrekkers goed gedaan. En ze hadden ook wel materiaal, die mensen. Hoor. Want godverdomme, ze hadden er ook wel verstand van. Daar wel. Mm. Ja. Gebeurt dat nog, verhuur van orgels, om te verdienen, om te manzen? Minimaal. Dit is mijn overgrootvader. Ja. En die had al de naam Lange Daan in een bos. Ze waren ook lang en mager, die mensen. En zijn zoon werd ook automatisch Lange Daan genoemd. Deze foto, die vroeger in 1850, meen ik, het staat hier nog ergens in. Ja. Toen werden de mensen geportretteerd. Ja. Toen was er nog geen fotografie. Mm-hmm. En dus ze werden geportretteerd met een mansbakje waar het oortje ook nog van afgebroken is. Mm-hmm. En dat schilderij,
Dat is nog altijd opgeslagen in het Noord-Brabants Museum dat ik gehoord heb. Daar staat het nog in de dingen. Ja. Het heeft vroeger altijd in het stadhuis van Den Bosch gehangen. Oké. In de grote zaal. En daar waren wij heel trots op natuurlijk, want wij hingen toch maar in het stadhuis. Ja, dat bedoel ik. Hij was ook heel erg gezien bij, in Den Bosch. Want hij trok even voor ons beeld, hè. Hij trok met zijn orgel door Den Bosch heen. Nou, de meierij ging je in. Ja. En toen was in die tijd was er nog dat je voor, ja, ik noem maar even maar iets, het kan ook 8 of 9 uur, maar zeg maar voor 7 uur moest het binnen zijn, want dan werden de stadspoorten gesloten. Oké. Okay. Maar hij mocht later terugkomen en hij mocht ook vroeger weer, omdat ze wisten dat je buiten Den Bosch in de, op de dorpen, daar verdiende hij de kost met de orgels, hè, even, rondreizen. Even een andere vraag. Jij zei net van, dat is afgebroken, een mansbaksje. Ja. Maar ik ken niet, ik weet niet beter dan dat het een centerbaksje is in de volksmond. Ik mag het zo noemen, maar het is een mansbakje. Zo heet het dus origineel, oké. Okay. Ik heb nog briefjes, markbriefjes. Ja. Want de mensen hadden het toen niet echt goed, hoor. Ja. Dat ze met een groot mortierorgel, we zullen dadelijk eens een reus laten zien. Graag. Zo'n reuzenorgel. Ja. Markbriefjes dat je in Reti in België, dus ze gingen lopers vanuit een bos met paard en wagen, mansen onderweg bij de boeren slapen, gingen ze via Tilburg, Mol, ding, en dan gingen ze België in, Reti en alles die hoek, en dan zo terug weer over Valkenswaard en alles. Eind van de week waren ze weer terug in een bos. Dan hadden ze de zakken vol met los geld zitten. Mm-hmm. En dan konden ze weer vooruit. Nee, de week erop moesten ze weer vertrekken. Dan gingen ze de andere hoek. Kerkdriel en al. Lopers, hè? Ja. Lopers. En als je dan naar deze Langendaan kijkt, is dit de eerste generatie? Dit is mijn overgrootvader. Daarvoor hebben wij nooit niks meer kunnen terugvinden en zo. Wel brieven van de Meijerijse kar in Den Bosch. En er stond ook in dat je en de Langendaan zijn zo'n een geldbedrag geleend had. Want er konden geld lenen voor een nieuwe cilinderrol. Tijdens de kermis in Vught moest hij dan met nieuwe nummers komen. En in die brief stond, de Langendaan die past altijd goed op zijn zaken. Mm-hmm. Kijk, ook daar stond hij echt wel voor bekend. Dat ze goed van maar als dit is de over-over, hè? Dit is dus overgrootvader. Over, opa. Ja. Jij en Toon. Ja, Toon is nou 70 jaar, hè? Hebben we het nou over. Ja, en Toon is nou de 5e generatie in orgels. Ja, oké. Okay. Hun zijn begonnen met buikorgel, langs de twee. Maar die hadden wel verstand van orgels natuurlijk. Want je kan niet denken van ik heb een buikorgel en ik ga nou maar even draaien. Hè? Nee. Als er stukjes aan waren of dingen, moest het wel gerepareerd worden. Ja. En van lievenleed, in die tijd, toen waren er nog niet die Black & Deckertjes en de schuurmachines en heel de rotzooi. Nee. Dus de mensen moesten het eigenlijk maar behandelen met een boordje met de hand of met een gaatje maken of weet ik veel. En van lieve leed groeit dat. Dus het is net als lezen. Je moet eerst het alfabet leren kennen voordat je een woordje kan lezen. Ja. En zo is het met hun ook ontstaan. Een klein van niks dingetje, tot. Van niks. Ja, want er waren geen scholen. Er waren geen orgelbouwscholen. En nou bouwen we dan orgels. Met gestoken krullen fronten, barokstijl en alles. En, noem ze maar op, alle nieuwe stijlen. Dus je moet beeldhouwer zijn, je moet schilder zijn, je moet muziek kunnen. Ook, want mijn zoon, kunnen componeren. Die doet ook zelf de arrangementen maken. Ja. Van de boeken? Ja. Zijn er verschillende boeken? Je hebt zoveel automerken als dat er zijn, zijn er ook orgelmerken. En de series die erin zitten, hier ook, hier zitten dan 16 trompetten op zang in. Ja. Maar ik kan ze ook met 22 trompetten of met 12 trompetten hebben. Mm-hmm. Dus ik ken met 12 zang, ik ken met 24 zang, 22 zang, 23 zang, 16 zang. Dus iedereen heeft zijn eigen gamma en er moest dan muziek op genoteerd worden. Kunnen wij dat dadelijk ook zien hoe dat zo is? Heb je iets staan dat al een beetje casco is of zo? Zo'n beetje begin gemaakt is van de orgel? Een orgel nieuwe, ja wel, want mijn zoon die is nog steeds aan de gang. En, want hij heeft toch die, want ik zeg het net buiten, hebben wij bij Chris, ik weet zijn achternaam niet meer. Chris van Laarhoven. Ja. Chris van Laarhoven bij het Orgelmuseum. Daar stond een orgel en heeft hij naar te koop gezet. Want, dat is de harp. Ik zei de zwaan. De harp. Ja, ja. We gaan even nog een heel klein stukje bekijken van die harp. En dan gaan wij even een orgel opzoeken die nu in aanbouw is. Is dat een idee? Ja, dat is hartstikke. Kijk even mee naar een klein fragmentje nog van het Orgelmuseum. Dit is een ijzeren xylofoon. Deze soort orgels liepen in Amsterdam op een houten duwkar 800 kilo.
In Amsterdam liepen twee orgels met een flessensilofoon. Hierboven hingen flessen gevuld met water. En er sloegen ijzeren hamertjes tegenaan. En hoe meer en hoe minder water, hoe hoger en hoe lager het geluid. Alleen ze liepen ook in de winter. Ja, oh, nee. De bevroren. Antivries. Ja. Wat doen we dan in? Jonge jenever. Hey, lekker. Moeten wij je voorstellen, je loopt door Amsterdam. Het is hartstikke koud. Niemand gooit we in de mazbakske. Gaat het een orgel stemmen? Pakt gewoon het elke flessen slokske. Er hoort toch niemand? Helemaal niemand. Op laatst van de rit hebben ze heel die flessen leeg gedronken. Dat doe ik altijd als schijnboot zingen ook. Dat vond ik altijd een halve liedje. Ja, dat snap ik, ja. Hé, hey, jongens. Ja. Luister, daar komt het woord drankorgel vandaan. Oh! Hey. Hier wordt geknipt. Is dat een soort leer of zo? Dit is bezette leer. Mm-hmm. En dat is 0,2,10 honderdste millimeter geschift. Mm-hmm. Zo dun is dat spul. Okay. En dat is eigenlijk, komt er is dat schaap. Dat is nog moeilijk aan te komen. Maar er zijn nog wel bedrijfjes die het verhandelen en waar ik het nog wel kan krijgen. Okay. Dus elk stukje waar we kunnen sparen, dat doen ze dan ook. He, want het is gewoon kostbare leer. Maar hier werkt eigenlijk een orgel op. Kijk. Het zakje, het is een soort doedelzakachtig idee. Het zakje wordt opgeblazen. Ja. En dan druk gelijk een klepje in. Dan komt je tonen weer uit dan, de muziektonen. Of zie ik het verkeerd? Nee, hier toch niet? Nee, hier dit is lucht. Hier komt de muziek niet uit, maar... Ja, leg eens uit. Maar ik weet het niet, ik snap het niet hoor, voor de kijker. Nou, misschien, dat kunnen we hier wel eens laten zien. Graag. Kijk, hier zit ook zoiets in. Maar wat daar een... Zak, hier zitten die zakjes in. Ja. Zie? Oh, dat wacht. Ja. Nou, hij blaast een zakje op. Ja, ja, en dan in de windlaai, dus zo, dit is een windlaai, hier liggen kleppen in. Ja. Dan gooit hij een klep omhoog. Ja. Die windlaai zal op dat moment onder winddruk. Ja. Als die winddruk erin staat, het klepje gaat omhoog, hij blaast naar het gat wat erboven staat. Dus welke pijp die hier staat, of een bas. En die pijp die gaat aan daar de gang. Daar komt dan het geluid uit. Ja. Oké, dat bedoelde ik. En dan zie ik hier overal die slangen zitten met die dingetjes die we net zagen van leer. Al die slangetjes besturen of een pijp, of een drum, of een accordeon. In dit geval zijn het allemaal pijpen, maar er zijn verschillende. Hè. Dus hier staan bij wijze van spreken de accompagnementen op dit gedeeltetje. De begeleidingsakkoorden. Dan krijg je hier de zangpartij. Die zit tussen hier en hier. Nou, hoe bedoel jij zangpartij, Theo? Nou, kijk. Je hebt een de melodielijn. De melodielijn. Ja. Dus een zang. Maar je hebt ook een tegenzangpartij. Ja. Een tegenmelodie. Ja. Ook daar zit erin. De tweede stem. Dus je krijgt de derde stem. Akkoorden, accompagnementen. De zang, de tegenzang. Mm-hmm. Maar daarnaast, je krijgt ook met registers te maken. Ja, dat is dan de verdelenbak, maar die registerbak, ik denk die ergens achterin zit. Ja. En met trombones kreden te maken. Kijk, dit ook. Is dat ook speciaal hout? Ja, ja, dat is greenhout, hè. Hmm. Maar zo'n orgel, dat moet, bestaat eigenlijk, als je een mars gaat spelen, dan moet je ook echt een mars kunnen imiteren. Met boop, die zware tuba's, die moet je kunnen. Ja. En dan verrek. Dan krijg je die tuba's in de foto. Dit is wel heel apart. Ja. Ja, dan ga ik deze proberen. Oh, ik sloop hem al meteen. Dan krijg je meer de tuba alweer. Hè? Geweldig, hè? Ja, dat is echt dan krijg je mooi. De tuba. En, maar en kunst... er zit iets van koper in natuurlijk, dat kan niet anders. Dit is een kunst apart. Dit. Ja, misschien dat het kogeltje is los, dus hij kan alleen kijken. Oh, kijk. Oh, dat is zo'n kick voor zijn fluitje. Ja, ja. Ja, dit is een beetje ingewikkelder. Ja, maar dit door de buiging van dat koper, die geeft de klank. Nou, ja, maar het is de eigenlijk geen koper. Of de toon. De toon. Het is een hele speciale soort messing. Oké. Okay. Want met gewoon koper zou dat is nogal warmtegeleidend. En die warmte, als hij geleidt, dan gaat je van toon af. Ja, dat doet messing niet. En het moet verend zijn.
Oké. Okay. En hij is nog een van de weinigen. Ik wou zeggen, een van de weinigen die echt toonvast is, is Toon zelf. Ikzelf. Ja, inderdaad, Toontje is Toon vast. Ik waag mijn eigen daar niet meer aan. Nee. Totaal niet. Nee. Want dat is gewoon intensief. Er zijn 8 pijpen, die kunnen in 2 dagen zouden daar kunnen stemmen. Mm-hmm. Maar hij kan ook even goed 3 weken bezig zijn voordat hij toon... Voordat hij tevreden voordat is. Hij, ja. Voordat hij, dan heb je 1 toon. Maar ja, dan ja. Toon, knik maar ja of nee hoor, maar dan hadden, ja, ik ga het gewoon vragen, maar dan hadden toch eigenlijk wel een absoluut gehoor nodig. Je moet als mensheid een absoluut gehoor hebben. Want hij heeft nog nooit willen luisteren hoor, dus daar moeten we het niet van uitgaan. Wat ben jij nou aan het doen hier dan? Kijk. Ik ben hier een plank aan het maken, die ligt met blaasballetjes en die bedient weer een metalen xylofoon. Dus een metallofoon. Okay. Kijk, hier hebben we ook de tongetjes weer. En daar wilde ik juist zeggen, dit is een trombanebas. Maar daarentegen moet je ook een trompet kunnen imiteren. Jezus. Kijk, ook, nou net ook de vioolpartij, dus je hebt trompetten, trombanes. Ja. Maar als je een viool wil horen, dan moet je ook echt, als je een viool één snaar, en dan hoor ik die zweving erin, hè? Ja. En dan moet hij imiteren. Dat is toch niet te doen, joh? Ja, het is te doen. Maar als ik... Daar zit een... Daar is niet te leren. Dat zit hier. Ja, snap ik. Dat zit hier. Maar ik kan het ook niet uitleggen. Die trompetjes, hè? Want als je dan dit kijkt, hè? Ik pak er even één, hè? Dit hadden toch vroeger in die oldtimers, in die T-fortjes met zo'n bal erop. Ja, alleen het verschil is dat er op dit moment een stemkruk bij gekomen is. Nee, tuurlijk. Dat snap ik. Om die toon hoger en lager te krijgen. Ja. Maar het idee is bijna hetzelfde, alleen dit is veel ingewikkelder. Het is een tongwerk, dat wel. Maar dat tongwerk in dit geval moet je gestemd kunnen worden. Juist. En dan waren met die was dat niet, dat ding werd gewoon gebogen. Nee, en, precies. Ja. Maar nou moet je gaan lopen. En hoe hoger of lager dat je hem zet, hoe meer die toon moet veranderen. En daar zit hem nou de knee. Ja. Hey, en dan is het orgel klaar? Nee, nog lang niet. Nee, dat weet ik wel. Maar Theo, stel te wijken voor. Een beetje fantasie, hè, jongen. Nee, dan zorg ik hem nog niet klaar. Nee, maar op een gegeven moment, laat ik het zo zeggen, op een gegeven moment, dan kletsen er een fles champagne tegenaan en dan doopte hem, want dan is je klaar. Dat zullen we niet doen, hè? Nou, we zullen... Dat zullen we niet doen, hè? Een beetje orgelbouwer drinkt niet bij zijn orgels. Nou, een beetje orgelbouwer. Een beetje. Ik zal niet zeggen orgeldraaien. Ze lusten nog wel eens een keer. Ja, dat wou ik net zeggen. Willen wel eens een feestje bouwen. Ja, maar dat is ook normaal. Ja. Die gebruiken een orgel om juist het orgelbouwer die is heel serieus met zijn werk bezig. Nee, dat zeker. Maar eigenlijk zijn jullie dus 1000 pootjes. Want jullie kunnen niet alleen bouwen. Je kunt niet alleen met hout bezig. Je bent met messing. Je bent met koper bezig. Maar je moet ook... Je bent met beeldhouden bezig. Je moet componeren, schilderen. Nou, dat kunnen we eigenlijk niet leren. Dat is niet te leren. Maar juist, ja. Dat hebben we meegekregen omdat hij al 5e generatie is. Ja. Wat ik weet, heb ik van mijn vader weer te weten gekomen. Mm-hmm. Ik wist wat een registerbak was. Wat hij weet, heb ik hem weer. Maar hij is weer verder gegaan. Hij weet dingen die ik niet weet. Ja. Ja. En snapte? Dit wiel hier, Theo. Hè? Je ziet het natuurlijk, ik als klein manneke, dat mensen er aan gaan draaien. Ik heb het ooit eens geprobeerd. Nou ja, dan weet het niet wat gebeurt. Want daar moet wel een bepaalde feeling van hebben. Ja. Maar ik zie hier nog steeds een wiel. Dus dit blijft eigenlijk ook wel bestaan. Hè? Dit wordt een straatorgel. We moeten dus nagaan dat iemand dit de hele middag of hele avond... Maar wat je nou hoort, moet je nu op de merkt, hè? Ja? De grondbassen die eronder zitten, hè? Mm-hmm. Zie? Ja. Maar dan ga ik echt niet aan met aan draaien eventjes, hoor. Nee, inderdaad. Nee, de godverdomme niet. Is het echt zo zwaar? Ja. Ja, dat is echt... Doordat als je hem helemaal op zijn... De balg, kijk, die magazijn die moet omhoog komen. Ja. En dan worden er 6 veren, die spannen hem aan. En die geven door een druk. Ja, dan ga ik echt niet... Dan houd ik dat dus je moest eigenlijk nog spieren hebben en kei sterk zijn om het te doen? Eigenlijk wel. Ja. Spierkracht. Ja. En er was vroeger was alles, werd alles met de hand gedraaid. Ja. Zo. Dit worden de vioolpijpen. Ja. Er hoort eigenlijk om een refrein op en alles. Mm-hmm. Kijk, want als er die refrein niet op zit, dan koop een plaatje, zal je het niet doen. Hoe heet dat, een prein? Het viool. Die wordt weer anders. Maar er zit nog geen refrein op. Dus maar dit is een half fabrikaat, het is nog niet klaar. Dit is nog niet klaar. Maar dat komt wel uit jullie eigen houtwerkerij. Dat wordt hier allemaal gemaakt.
Tuurlijk. Ongelooflijk zeg. Dit wordt hier gemaakt. Kijk, dit zijn echt de viooltjes. Hier hebben we de beginfase al. Het lijkt wel een panfluit. Kijk, nou die zien er weer anders uit. Ja, dat weet kijk, ik wel. Dit is de beginfase. Ja. Je begint te lijmen, je gaat de kernen erop maken en alles. Ja. En als je dan zover bent... Dan wacht even, dus dit is de beginfase en die komt er zo uit te zien? Zo ja. moeten ze eruit komen zien. Ja. Okay. Maar die moeten uitgeveld worden en alles, de lengte is van belang, de breedte is van... Het gaat echt met millimeters, loopt daar op, hè? Ja, omdat die tonen natuurlijk moeten kloppen straks. Ja, alles moet precies uitkomen. Nou, laten we hier maar eens even kijken. Goh, een grote hier. Goeiendag. Oh, hier is wel een stuk kouder ook. Dit is een orgel aan aanbouw, ja, dus we hebben wel kou hier nou, maar dit is eigenlijk ook door jullie zelf gemaakt. Dat is de beginfase al voor een orgel, hè. Oké. Okay. Ja. En daar heeft iemand besteld. Ja, voor de mensen thuis eventjes verklaarbaar, want het licht hier is wel geel, zeg. Als ze nou denken, mijn televisie is kapot. Nee. Maar we zijn, want het is een beetje geel licht hier, dus eventjes gezegd. Kijk, en dan zo begint het eigenlijk en dan... De basis en dat is die blaasbalk hieronder. Daar heb je die beroemde blaasbalk. Waar we het net over hadden, om die vol te krijgen met lucht. Ja. Ja. Oh, en nou snap ik hem. En daar vandaan hebben wij toen bij het Orgelmuseum hebben gezien dat het... Ik denk, waarvoor duurt dat zo lang voordat dat ding begint te spelen? Die luchten moeten erin komen. Ja, en daarna begon... Hij moet eerst omhoog komen. Oh, en dan hebben wij net... Nou snap ik hem pas. Nou valt bij mij naar ja, ik maakte net een beetje een knipoogje naar een doedelzak. Dat is eigenlijk hetzelfde. Een doedelzak moet eerst vol met lucht komen. Voordat hij blijven blazen. En hij duwt dan, zal ik zeggen, met een arm. En dat is dan hier, zal ik zeggen, heel, een beetje diezelfde methode. Verder. Ja. Wij kennen, de lucht moet ook gewogen worden. Wij wegen de lucht. Hè? Wij wegen de lucht. En die lucht die wordt afgewogen. De blalligveren die geven een bepaalde druk. En de... Dingen hier, een loosklep, die zitten hier. Kijk, kijk die loosklep die zegt op een gegeven moment: hé, genoeg, hier ga ik lozen. Weet je wat dat blijkt? Op een muizenval. Nou, er is weg, je ziet, ze komen van heinde en verre. Het probleem is gewoon: dat staat allemaal in afwachting. Er gaat soms jaren overheen voordat mijn zoon eraan kan beginnen. Want ze kennen alles wel, overal vandaan komen klanten, alleen. Ze moeten op een wachtlijst en mijn zoon heeft maar twee handen. En als ik dan kijk, hè, nou, dit is een beetje de afbouw, hè? Die mooi dat barok. Ja. Ook dit maken jullie zelf? Wordt allemaal zelf gemaakt, ja. Niet te geloven dit, hè? En het zat allemaal door de war heen. Dat is de meerderkast van de balte zetten, 102 toets mortier. Dat stukje moet er aankomen, die twee stukken, die moeten er ook nog aankomen. Er staan nog twee nissen daar, met pijpwerk, we hoort ook nog bij hem. Wij kennen het allemaal uit de kop. Even iets anders, dus dan zou een orgel jaren kunnen duren, als, 2-3 jaar, weet ik veel. En langer. Verrek. Ja. En langer. Oh, dat wist ik niet. Oké. Okay. Gebouwd in 3 maanden, is geen orgel. Nee, ik denk van ik bestel nou eentje bij jou, ik heb er eentje nodig in Antwerpen, noem maar even iets. En over 6 maanden heb ik een orgel. Kijk, ze willen het wel allemaal de hoogste kwaliteit hebben. En dan kunnen we wel vlug iets in elkaar stampen, maar dan krijgen ze een piep, 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 geen orgel. Nee, we hebben het over een kwalitatief goed orgel zoals jullie ze nou maken. En een beetje de schoonmoeder kennen dan. Begint hier over de schoonmoeder. Een orgel zit een ziel in. En daarom dwepen die echte orgelmensen van... Jongen, waag het niet om dat ding aan te raken, want dan maak je kapot, hè. Ja. Er zit echt een ziel in. En, ja, tuurlijk. Dat hoort bij de familie. Een orgel hoort gewoon bij een familie. Ja, maar dat bedoelde ik ook. Daarvoor duurde het ook zo lang, omdat de kwaliteit, de vraag, aanbod. En je moet er ook de tijd voor hebben, want je hebt geen 20 mensen in dienst. Ja, en het is niet mogelijk om 2 identiek dezelfde orgels te bouwen. Niet mogelijk. Nee, dat is eigenlijk een kindje. Iedere orgel heeft zijn eigen... Het is eigenlijk elke een kindje. Ja, zijn eigen ziel. God, dat begrijp ik nou ook. Ja. Je kunt toch wel een pak hout hebben en je gaat er de pijpwerk maken, maar waar komt de hout vandaan? Heeft je aan de beginkant van het bos, op de noordkant gestaan, of heeft je midden in het bos? Dat meen jij niet. Heeft je hard gegroeid? Heeft je langzaam gegroeid? Echt? Ja. Dat is allemaal van toepassing. Oh, niet te geloven. De bomen aan de buitenkant van de bossen, die zijn altijd lager. Nooit afgevallen? Nee. In het midden van de bossen zijn de bomen altijd hoger. Oh. Die groeien harder, dus hun draad is rechter. Oh, verrek. En dan hebben dus de structuur van de naad, van het hout. Ja. Hey, en de poppen, maakte die ook zelf? Die ting popjes? Ja, heb ik heel lang gedaan gehad, maar daar ben ik nou mee gestopt. Er zijn nog wel die poppen, die zijn er nog wel allemaal. En het verven daarvan, wie doet dat hier? Dat doet Jolanda allemaal. Dat is de vrouw van Toon? Ja. Want dat is ook niet meer zomaar een potje verf die we bij de doe-het-zelf-zaak halen. Want er zijn, ik vind altijd wel een orgel, hele bijzondere kleuren. Dat beeld, daar moet je aankijken. Ja. Dat moet je aankijken, want...
daar ontkomt jij niet aan dat beeld. Daar wilde, jij wilde het beeld ook aankijken. Kijk daar maar naar een beeld, het eerste wat je doet is naar die kop kijken. Ja. Zo'n accordeon bijvoorbeeld, ja. Die zie je op en neer gaan. Ja. Zijn er nou speciale accordeonnen die automatisch gaan, of moeten die ook allemaal zelf? Je koopt een accordeon en je begint alle toetsen maar uit te gooien. Alles eruit, je gaat er gaatjes in maken, je moet, want er moeten achteraansluitingen komen en alles. Dus je zaagt er gewoon gaten in, je trekt de hele ding aan elkaar. Dus hetzelfde verhaal wat we net zagen. In plaats van dat je op een toets drukt, trekt de toets naar binnen toe. Ja, ja. En dan snel, zo snel als het... Zo snel als dat je kan repeteren, moet je kunnen repeteren. Goh. En moet je ook kunnen draaien. Kunnen we dat zien? Ik weet niet of hij... Nee, hij heeft niks, hè, wat de accordeon, wat speelt het dan? Wat is dit wat ik hier zie? Het is een dekap? Het is een mortierdansorgel. En net na de oorlog, toen brak de concurrentie zo ver af op. Dus de mortier was de grote man, maar er waren opkomende fabrieken. Onder andere de Kap van Antwerpen en zo. En er waren ook jongens die niet gek waren, hoor. En toen gingen tegen elkaar op. Toen werden de reuzen van Orbi gingen toch ook het orgel maken. Uiteindelijk heeft de Kap het gewonnen met 121 toets. Ja, dit is 102 toets, maar mortier die bouwde echt, ja, hoe moet ik het zeggen, monumenten. Dit lijkt een beetje op Tuschinski. Als je naar dit front kijkt, dan zie jij het Tuschinski theater, ja. De torens en alles. En het is nog niet helemaal opgebouwd. Ja, dat vind en ik ook. En zodoende heeft hij de bijnaam gekregen, de torenmortier. Mm-hmm. Nou, en deze werden opgebouwd, misschien vandaag de dag nog steeds wel, voor de kermis. Kermissen, maar meestal in de grotere danszalen in België, hoofdzakelijk hoor. Oké, dus in plaats dat je dan een artiest boekte, zoals nu, boekte een orgel. In die dertiger jaren al, ja. toen waren toen kon ik een band krijgen die uit Amerika kwam. Nou, dat was toen nog niet zo in Europa. Dat was er allemaal nog niet, of een accordeonist. Ja, Glenn Miller was toen, dit ja. was het, hè, dit. Ja. Ja, en dat hoorde ik wel terug in de muziek. De muziek was eigenlijk allemaal eenvoudiger, wat toen gespeeld werd tegenover. Nou, de jongens die zijn geraffineerder, ze hebben muzieklessen gehad, conservatoriums gehad en alles. Die bemoeien er eigenlijk ook met die muziek. Ja. En dan krijg je in één keer orgels van. Ja, ik zie al heel veel oude boeken liggen, maar wat ik ook zo leuk vind, is dat vroeger, weet je dat er dan ook een soort van Buma Stemra betaald werd. Ja, maar dat werd hier ook gedaan. Ja, dat wou ik net zeggen, want als ik dan. Ja, kijk hier, ik zal eens eentje. Ja, als je. Hier bijvoorbeeld, hè? Als het goed is, dan moet je. Staan er binnen in zegeltjes geplakt. Even kijken hoor. Er moet er een. Hé, Herman. Hier is zo'n. En dan weet je wat er dan voor betaald moest worden? Het hing natuurlijk van het liedje af hoe lang die duurde. Maar zo'n... Dit was een stempeltje van die boemerrechter. Ja, want als er controle kwam en die zegel zat er niet in, dan kreeg je een boete. En dat heeft dan ongeveer gekost. Om dit te mogen spullen, zo'n cent, anderhalf cent. Hè? Ja. Wow. Als we vanaf boemerrechter moeten betalen van album. Ja. Was nul gebleven. Ja, hij schijnt daarachter bezig te zijn, maar ik geloof er niks van, want je bent daar nog nooit niks gedaan gehad. Dat zijn jouw woorden, hè? Niet die van mij en nul. We gaan even deze kant op. Nul! Wat ben je? Achter die dikkap. De dikkap, oké, wacht even. Oh, hier ben je. Ik ben niet achter. Wacht even, dan ga ik even achter jou staan. Wat ben je er allemaal aan het doen, joh? Oh ja. Ja, ik zal eens eventjes, ik denk, het duurt allemaal zo lang voordat ik iets hoor. Ik zet hem aan. Hij is erachter bezig. Willem, gaat hij nou spelen? Ja, kijk, het liedje van. Ik zat met mijn beste vriend, waar heb ik dat aan verdiend? Ja. Kreeg wat je hebben wou, en nu sta je in de kou. Ja, die ga ik doen. Ken ik, ja. Die ga ik doen. Die wil je nou doen, oké. Ken je dat wel? Dat maak ik. Komt ie. Gaat je nou spelen? Ja. De vrouw van mijn dromen, ik hou van jou. Ik vind het een mooi moment om afscheid te nemen van deze... Ja, gaan we doen. Theo.
show. Ja, we sluiten met een mooi muziekje af. We hebben alles gezien. Ik vond het heel bijzonder. Ja, open. Gaan we gelijk door. Bedankt dat we mochten komen van de bank. Dat je bedankt bent. Nou, witte, hè? Ja. En we zijn die chocoladebollen. Ja, daar kan ik lang op wachten. Maar de volgende keer breng ik chocoladebollen mee. Oh ja, komen we terug. Ja. Brengen wij de schrobbelaar mee? Ja, doen we. Twee treffen. Geen probleem. Nou, bedankt voor het kijken. Theo, bedankt voor de uitleg. Graag, voor het prachtige graag mooie bedrijf. Tot de volgende zwerven door Nederland. En we hebben een hele aparte. Okay. Wij gaan namelijk in een gebouw dat al meer dan 15 jaar leeg staat. Zeer uniek. En er mag nooit gefilmd worden, maar wij mogen er binnen. Volgende week bij Zwerven door Nederland.